Voor Freedom Vastgoed helpt particuliere investeerders met de aankoop van eigen vastgoed. Waarbij wij niet alleen zoeken naar geschikte panden en het aankooptraject verzorgen, maar daarna ook de verhuur en het beheer. We verzorgen de vergunningen, brandveiligheid, eventueel ook nog een financiering of een verbouwing. En daarna heb je een pand dat verhuurd kan gaan worden. Alles is gebaat bij goede communicatie. Dat is bij ons in goede handen. Want goede communicatie is tevreden huurders en tevreden eigenaren. Nou, het meest belangrijke wat we de investeerders uit handen nemen, dat is het doorlopend verhuren en beheren van hun objecten. Vragen die niet bij de eigenaar terechtkomen zijn de vragen over het klein onderhoud. Dat nemen wij meteen al op. Dan hebben we contact met de huurder over wat er moet gebeuren, wat ze zelf kunnen doen. En we hebben ook een budget van de eigenaar, bijvoorbeeld tot 100 euro, wat we sowieso direct mogen regelen. Kleine klusjes, daar willen wij de eigenaar niet mee lastigvallen. Wij hebben 4000 studenten die nu op zoek zijn naar een kamer in onze database die we nu niet kunnen helpen. De student belt naar ons, of het liefst mailt hij naar ons eerst, via ons mailsysteem online over problemen in huis. Dat kan uiteenlopen van schimmel in de badkamer, wat moet ik doen? Ik ben mijn sleutels verloren, sleutels kwijt, komt er toch regelmatig voor. Lekkages, verstoppingen in huis, een raam wat niet goed sluit, deuren die klemmen, stoppen die verwisseld moeten worden, ja, dan moeten ze dat even weten hoe dat werkt. Maar ook wat ernstigere dingen inderdaad, als een daklekkage, dan moeten ze meteen bellen. De investeerder mag er bij ons op vertrouwen dat wij op een dusdanig professionele manier met de huurders omgaan, op een volwassen manier, zodat zij ook bereid zijn om hun verplichtingen op tijd na te komen en de huur op tijd te betalen. Mijn ervaring is dat de studenten over het algemeen heel erg tevreden zijn. Het meest waarderen ze snelle communicatie, snelle reactie op hun e-mails of telefoontjes, bereikbaarheid. Dat is belangrijk en dat er naar ze geluisterd wordt. Ja, de Landelijke Studentenvakbond die heeft onlangs ook aangegeven dat de kamernood in Nederland heel erg aan het stijgen is en hebben al noodsignalen afgegeven. Hoe wij dat merken is dat er steeds meer mensen zichzelf inschrijven op onze website voor hun kamer, terwijl we veel te weinig aanbod hebben. Studenten willen als volwassenen behandeld worden. Wij werken met huisregels, die controleren we ook of die worden nageleefd. Dat is heel belangrijk. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat als de studenten aangeven dat er wat aan de hand is, dat je dan ook laat zien dat je er voor ze bent.